Yo, kijkers van What's Jagger, welkom bij deze tour van de Galleon Halls. En ja, we zitten hier nou in dus het hertogdom van Sam. Dat heb je in de season, mid-season finale, heb je dat kunnen zien dat wij hier begonnen. Dit is eigenlijk het bos wat je in een van de vorige afleveringen hebt kunnen zien. Ik ga even mijn render distance ietsjes omlaag zetten naar ongeveer 12. En zoals je net al zag, ik zal even de brug aflopen. Dan kom je hier bij deze poort en dit is eigenlijk een poort die is gemaakt door Lucas. Lucas die wilde graag een poort over de brug hebben. Dit zijn twee standbeelden en daartussen zit dan een poort. Het leek een beetje alsof ze aan elkaar gegroeid zijn, als je dat hebt kunnen zien. In de aflevering vliegt er even omheen. Ze hebben zwaarden vast, het is echt best wel vet. Het is gewoon eigenlijk vroeger een soort van steen geweest en uiteindelijk is deze poort er doorheen gehakt. Nou, wat heel efficiënt is natuurlijk. Nou, dan komen wij dus aan op dit eilandje. Dit is nog steeds het hertogdom van Sam. Hier zit eigenlijk ook zijn grote stad die echt gewoon puur van de zuidelijke landen is. Want in de zuidelijke landen leven natuurlijk ook elfen. Voornamelijk boeren, houthakkers, kleine avonturiers en natuurlijk handelaren. Want in de zuidelijke landen heb je juist dat er heel veel wiet groeit. En dat is in dat gebied daarachter. En vanuit daar komen dus karren met ladingen vol met hooi. Gaan hier naartoe om dan vanuit dit dorpje / deze stad. Dat ze daar dan eigenlijk hier dat kunnen verhandelen. En zoals je hier ziet, het is een soort van brug. Het water loopt er een beetje onder doorheen. Maar ja, dat klopt niet helemaal. Dan moeten we nog een keer aanpassen. En ja, dit is eigenlijk een build die is geïnspireerd vanuit Mirkwood. Vanuit die ingang naar die poort van de stad waar Tranduil, oftewel de koning van Mirkwood, leeft. En ik vind hem echt wel sick geworden. Deze hebben Sam en natuurlijk ook Lucas samengemaakt. Ik heb heel weinig aan dit dorpje gedaan. Ik laat het ook andere mensen voornamelijk doen. Waarom? Ja, want mensen die moeten natuurlijk ook een beetje een werkje hebben. En ja, dan kom je hier binnen. Ik zal eventjes een Splash Potion of een dingse, Splash Potion of Night Vision doen. En dan kom je hier binnen en dan heb je een beetje hetzelfde idee als aan de buitenkant. Maar dan aan de binnenkant en dan kom je dus eigenlijk in dit kleine paadje naar het dorpje zelf toe. Dan heb je hier bijvoorbeeld het dorpje zitten. Dit is ook door een grote groep gemaakt. In ieder geval, ik vind de decoratie hier echt geweldig. Zelfs bananen hangen hier. Ze hebben hier kratten. Ze hebben nog meer kratten en ja, de huisjes zijn nog niet ingericht. Ja, het is nog niet echt belangrijk voor de set. Het gaat natuurlijk om sets opbouwen. Voor de toertjes is het altijd wel leuk om te zien dat er ietsjes decoratie is toegepast. Of dat het een beetje ingericht is. Maar het is niet noodzakelijk bij deze dingen, omdat je toch altijd over straat loopt. En ik zie dat mijn game heel iets lagt. Dus ik ga nog heel iets mijn render distance naar... Nou, we zetten hem op 11. Dat vind ik wel een goeie. Nou, je hebt hier dan een soort van stalletje staan. Je hebt hier nog kratten staan. Uiteindelijk heel veel bakken met fruit. En je hebt zelfs een executieblok. En dit vind ik wel sick. Als je kijkt naar die stropen, dat ziet er echt hartstikke leuk uit. En dit is dan met volle blokken gemaakt. Misschien dat ik dat nog wel een keer laat zien in een soort van update van de texture pack. Maar ja, goed. Hier zitten van die luikjes onder. En dan hangen ze. Ik vind het geluidje trouwens ook echt heel leuk geworden. Dat je echt gewoon hoort alsof er iets open gaat en dicht wordt geklikt. Nou, hier zit een... Ja, dit zijn allemaal huisjes. En hier staat op Farronwood Square. Oftewel, dit is dus een plek waar voornamelijk handel plaatsvindt. En je ziet dat ook wel aan het goud wat hier ligt. De kratten, het ijzer. Noem maar op. En dit is gemaakt door Lucas. En volgens mij samen in samenwerking met Nick. Ik weet het niet precies. Het kan zijn dat Lucas er ook alleen aan heeft gewerkt. Of Nick, ik weet het echt niet precies. Ik zou graag zo ik het allemaal bij willen houden. Maar dat lukt niet altijd. Want ja, de jongens die doen natuurlijk heel veel. En dit is op zich ook wel een heel leuk pleintje met een boom erin. Ik snap eigenlijk niet dat bomen hier kunnen groeien. Maar ja, alles op King Norse kan op een magische wijze gebeurd zijn. Nou, en je ziet dan dit soort lampen hangen. Dat ziet er echt gewoon hartstikke leuk uit. Ik ben echt blij dat de jongens dit gedaan hebben. Want ja, uiteindelijk heeft het wel tot een heel leuk resultaat geholpen. Nou, kan je hier dan naar beneden toe en dan heb je hier een paar van die plantjes en... Ja, gewoon tuintjes en dan staat daar een boot. Zo kan je hier nog langs en dan krijg je van dit soort blaadjes, van die bloesemblaadjes, is hartstikke leuk. En ze hebben hier een kleine hobbithole van gemaakt. Ze wilden iets met hobbitholes doen. Nou, is ook nog niet helemaal af. Misschien dat dit ook nog wel wordt aangepast, ik weet het niet.
ik vind het wel wat hebben. Het is een beetje speciaal. Het is ook het stadje van Sam, dus hij mag bepalen wat hij hiermee doet natuurlijk. En vanuit hier komen dus eigenlijk alle boten naar binnen. En die kunnen dan aanmeren bij dit soort havens. En dan kunnen ze uiteindelijk dat hooi kunnen ze dan op de boten doen. En vanuit die boten wordt het dan gebracht naar Eros, naar Perox, naar Morgrim, weet ik veel. En dan gaat het zo eigenlijk door. En dan skip ik even een heel stuk teruglopen. Want ja, hier heb je dan eigenlijk ook weer zo'n pleintje. En je hebt zelfs weegschalen. En dat ziet er echt geniaal uit. Maar omdat je nou dit blokje hier hebt staan, ik zou deze even weghalen. Dan is hij niet helemaal heel, maar goed, het ziet er wel leuk uit. Dan heb je hier nog renwapens op de ding staan. Het is meer een soort van hoekje waar eigenlijk de spullen worden opgeslagen en uiteindelijk dan worden opgehaald. Hier heb je dan een beetje zo'n overkapt stukje met allemaal vlees en vis. Ook hartstikke leuk gedaan. Een paar hijskraantjes die dan van die verhogingen kan je dan zo'n pallet pakken. En nu wordt hij hier naar beneden gebracht of het wordt ergens anders opgezet. Het is puur voor het makkelijk maken van het vervoeren van spullen. Nou, hier zit een klein huisje. Nou, hier kom je dus eigenlijk in een soort van, wat ik eerst ook heb gemaakt in mijn build tutorial. Op mijn let's build. En dan bouwen ze van die kleine bootjes. En die kunnen, die kunnen hier dan invaren, worden ze gerepareerd. En dan kunnen ze uiteindelijk weer zeevaardig worden. En dan, kunnen ze weer het water op. Hier zijn nog een paar huisjes. Die huisjes met de roze daken. Die zijn door Lucas gemaakt, dat weet ik omdat hij de enige is die wat met roze doet. Dan heb je hier nog een huisje. Oh, dit zijn ook wel leuke dingen. Dit is als het ware een soort van tafeltje tegen een paar kratjes aan. Hartstikke leuk. Nog een kraampje waar je wat vis kan kopen. Het is ook echt een handelsstad. Dat kan je ook zien aan dat je echt overal handelswaren tegenkomt. Je hebt hier zelfs een plek waar dan zo'n mannetje kan toespreken. Ook hartstikke leuk. Oh, nou, hier TNT. Dat is natuurlijk een beetje gevaarlijk om dat hier neer te zetten. Maar ja, dat wordt ook verhandeld uiteindelijk naar Morgrim of naar andere landen. Of dat kopen wij in. En ja, uiteindelijk loop je hier zo heel makkelijk een rondje. En dan zie ik echt gewoon dat het ook wel een heel leuk dorpje is geworden. Ik ben er echt trots op. Ik vind het dat ze goed hun best hebben gedaan. Maar we zijn nog niet klaar, want er is nog één er zijn eigenlijk nog twee gebouwen die we nog moeten laten zien vanuit de aflevering, wat echt ook wel heel vet was. Zo heb je hier bijvoorbeeld het hoofdgebouw, oftewel het kasteel van Sam. En Sam reageert vanuit zijn fortje slash zijn hoofdgebouw. Kan hij dan, hier zit Sam zijn troon, oftewel gewoon zijn zetel, gaat hij hier zitten en dan kan je hem toespreken. Nou, ik ga één keer een poosje gooien. Zo, dan heb je hier zijn eetzaal. Ook hartstikke leuk, daar kan je dan met hem gaan eten. Hij heeft hier nog een soort van kleine opslag voor kistjes. Ziet er ook leuk uit. Gaan we nog naar boven, want die trap die hier naar boven gaat, komt uiteindelijk in een soort van hal. Waar ze dan ook weer mechanica hebben om dan weer speciale kratten naar beneden te halen of hierboven op te slaan. En dan zie je hier de slaapkamer van Sam. Hier slaapt hij en dan heeft hij wat van die laden zitten waar hij dan spullen uit kan halen. Dan kan je hier nog de muur op en dan kan je nog een beetje kijken. Stel dat, kan je dan eigenlijk gewoon nog een beetje rond, een beetje rondkijken. Ja, ik vind dat hartstikke leuk. Dan kan je hier nog naar beneden toe. Zo, hier zit dan ook nog een beetje, hier zitten dan de ridders van Sam, een beetje het... Ja, het plekje is dit waar je kan oefenen met vechten. Ja, er kan hier van alles wel plaatsvinden. Hier beneden heeft hij ook nog een kleine kelder. Volgens mij is het een deels een wijnkelder en er zit een gevangenis in. Oh. Lol. Even zien. Er zit hier van alles voor. Er zat hier eerst wat. Ik wil het weten. Ik wil weten waar het gebleven is. Zit dat hier? Nou, ik weet het niet meer. Het is weg. Huh? Echt vaag. Hier staat beneden het eerste gevangenis, maar die is nou weggehaald. Beetje jammer. Nou goed, kijken we daar misschien nog wel later naar. Maar ja, dan kom je nog bij de barakken. Die zijn nog niet helemaal af naar wat ik had gehoord. Hier hebben we ook rondgelopen. Vanuit de buitenkant ziet het er ook helemaal af. Je kan hier bijvoorbeeld dan nog lopen. Hier wordt ook getraind vanuit de persoonlijke garde van Sam. Maar als je naar binnen loopt, dan is dit nog helemaal niet af. Kijk, ik zal het hier laten zien. Dit hele hapje is er nog uit en moet nog worden afgemaakt. Maar hier heeft hij ook een eetzaal voor de ridders met zelfs nog amusement. Hier houdt hij meestal ook toespraken tegenover zijn ridders en edelen. En hij gaat binnenkort ook storyline opnemen, heb ik gehoord. En dan
kan hier wel iets van vette dingen mee doen. Ik vind het ook heel vet dat je gewoon die gordijnen hebt. Ook al is het gewoon puur voor de sier. Lijkt net of er een soort van optreden hier kan worden gehouden. En dat is al heel vet. Wat zit hier? Hier zit ook nog niks. Nou Sam, ik zou zeggen afmaken die help jongen, want het is nog bijna niet af. Maar ik vind het echt, tot nu toe vind ik het nog wel een geweldig resultaat. Hij heeft hier nog kleine stallen en dan loopt hier nog een brug. En hier zijn dan ook nog bomen, wat eigenlijk gewoon helemaal niet kan onder de grond, want die beesten, of beesten, die bomen, die kregen natuurlijk helemaal geen zonlicht. Maar even zien, zo. Wat een mooi uitzicht heb je hier, ook al kijk je naar het plafond, het is allemaal steen eigenlijk, er zit helemaal nog niks aan. En je moet ook wel die potions drinken, want anders zie je hier niks. Nou, ik vond het in ieder geval een leuke tour om even te doen, dus vonden jullie dit ook leuk, doe natuurlijk eventjes een duimpje omhoog. Willen jullie meer zien van King Wars en dan het land Era? Subscribe dan natuurlijk op mijn kanaal, want dan zul je meer zien. En laat even in de comments achter van wat ik eventueel zou moeten laten zien. Dan ga ik daar naartoe in de volgende aflevering. En dan hoop ik dat jullie genoten hebben van deze aflevering. En dan zie ik jullie graag in de volgende aflevering. Daar hebben we 3 keer aflevering gezegd en dan hou ik nu ook echt op. Dus later!